Nou, inderdaad, je hebt dus dat er van tijd tot tijd natuurlijk gevraagd wordt voor vervanging van de voorzitter of de ondervoorzitter. En ik ben de eerste vervanger van de ondervoorzitter, dus de tweede vervanger van de voorzitter, dus kan je zeggen. En mevrouw Ramdien, die volgt dan na mij. Maar ik moet zeggen dat al geruime tijd, ik heb aangegeven dat ik dus niet de vergaderingen zou leiden. Dus dat was een understanding. Okay. Dus wat dat betreft moet ik de zaak alleen nog maar afhandelen. En dat zullen we dus op kort termijn wel doen. Ik moet wel opmerken dat in het verleden wel een situatie hebben gehad, 2010... dat, zoals u weet, uiteindelijk mevrouw Simons gekozen is en mevrouw Weidenbos van onze kant uit gekozen was als ondervoorzitter. En mevrouw Weidenbos heeft wel de hele termijn uitgezeten en, als ik het goed heb, is ze zelf de vergaderingen van tijd tot tijd, of misschien in enkele gevallen, ook voorgezeten. Maar ik vond het toch wel voor mij, toch wel gepast om een tijd terug, en dat is zelfs voor ons uittreden uit de coalitie, niet meer de vergaderingen te leiden. Waarom wilde dat niet meer? Nou, omdat u weet, er waren toch wel issues die speelden op dat moment en het was voor mij lastig om de vergadering te leiden terwijl ik met een aantal zaken niet eens was. Dus dat vond ik het beter om het woord te voeren. En u weet, als je het woord eenmaal gevoerd hebt in de vergadering, dan kan je ook de vergadering niet meer voorzitten. Okay. En ik koos ervoor om toch wel het woord te voeren. Vandaar dat je dan niet meer op de stoel kan zitten. Meneer Rusland, als ik u goed begrijp, dan heeft dus de vervanger van de heer B, de heer Charman, u dus niet nadelig beïnvloed door u over te slaan, omdat u reeds van plan was om de hamer niet meer te hanteren? Nee, al had hij dat gevraagd, dan zou ik vriendelijk bedankt hebben. En dat heb ik ook gedaan in het verleden, ja. Hebt u officieel dan uw ontslag, dus aanhalingstekens, ingediend? Dat zeg ik. Het is inderdaad ook waarschijnlijk iets dat ik... het is iets dat ik moet doen. En zoals ik zei, van een op korte termijn ga ik wel dat formeel bekendmaken aan de leden van het parlement. Ik heb even de ruimte nog niet gehad, maar dat gebeurt formeel op korte termijn. Informeel is het dus al een tijdje bekend. Meneer Rusland, goed dat u dat heeft toegelicht, omdat de indruk bestond als zou u bewust zijn overgeslagen om u daar te wijzen dat u niet meer tot de coalitie behoort. Nee, en de mensen zijn van op de hoogte dat ik dat niet meer zou doen. Dus al was ik gevraagd, zou ik bedankt hebben.